De regering heeft besloten dat de brandstofprijzen terug geregeld gaan worden door de markt. Dat is geen nieuwe zaak, dat is in het verleden zo geweest. Tussen 2005 en 2012 hebben we dat gehad. En het betekende dat de markt de prijs bepaalt. Voor gasoline zal het een kleine verhoging betekenen. Voor diesel wordt tot op dit moment veel subsidie betaald. Daarom zal de aanpassing van de dieselprijs zal in verschillende stappen gebeuren. Minimaal 2 stappen. Waarom doen we dat? Omdat tot op dit moment maandelijks ongeveer 350 miljoen SRD per maand dus aan subsidie betaald wordt. En die subsidie komt de gemeenschap niet ten goede. Een heleboel van die subsidie betalen we aan mensen die het smokkelen aan beide kanten van ons land. Niet iedereen vindt het leuk dat we het zeggen. Er wordt gesmokkeld, er wordt veel gesmokkeld. En wij betalen uit ons belastinggeld betalen we een heleboel geld. Dat gaat naar mensen die het niet nodig hebben. Bij de afbouw van die subsidies op de brandstoffen gaan we ervoor zorgen dat de mensen die afhankelijk zijn van bus- en bootvervoer, dat die niet getroffen worden. We gaan ervoor zorgen dat de subsidies voor bus- en bootvervoer, de mensen, de armste mensen, de mensen die van bus en boot afhankelijk zijn, dat die niet getroffen gaan worden. Dus daar gaan we de subsidies op blijven houden. In ons land worden er veel subsidies betaald. En op zich is het niet erg. Mensen die het nodig hebben, moeten dat ook krijgen. Maar heel vaak betalen we subsidies aan een heleboel mensen die het niet nodig hebben. De brandstofprijs is daar één van. Wat de regering aan het doen is, is samenhang. Een pakket van maatregelen waarbij die subsidies die betaald worden omgebogen worden naar de armste mensen. En dan de rijke mensen die dat krijgen, dat die dat niet hoeven te betalen. Voorbeeld. Bij de EBS krijgt iedereen een subsidie van 260 gulden elke maand. Rijke mensen, arme mensen. Dat kost de regering 42,5 miljoen per maand. Dat is meer dan een half miljoen op jaarbasis. Een groot deel van de mensen heeft die subsidie niet nodig. Dus betaal het aan de armste mensen, zorg dat de armste mensen daarvoor in aanmerking komen en geef de mensen die het kunnen betalen, laten die dat betalen. We gaan dat doen door langzaam maar zeker die subsidie bij de EBS af te bouwen en ervoor te zorgen dat de armste mensen in het sociaal vangnet, dat gisteren is gelanceerd door de minister van Sociale Zaken, dat die mensen daar opgevangen gaan worden.